Dit is hem, de Stan Stoijmansprijs 2010. En ik heb hem. Ja. Hoe voelt dat? Ja, geweldig. Heel trots. Heel trots. Dit is Rachid El Mourif, 27 jaar en sinds 2003 aan het werk als cameraman. Gisteren kreeg hij uit handen van de weduwe van Stan Stoijmans deze prijs. Vandaag is hij op kantoor om zijn collega's die prijs te laten zien. Ja, het is sowieso bijzonder omdat er is helemaal geen prijs voor. Dus het is altijd voor journalisten en nooit voor cameramensen. En televisie maak je nou eenmaal met cameramensen. Dus sowieso voor ons wel leuk om dat er eens een keer een prijs komt. Rachid won de prijs met zijn camerawerk voor een reportage over Nederlandse reddingswerkers die in Haiti op zoek gingen naar slachtoffers van de grote aardbeving. We zijn meegeweest met het Nederlandse USAR-team. Dat is een reddingsteam die gericht zijn om levenden om het puin te halen. Ik werd om ongeveer 7 uur gebeld 's avonds of ik om 10 uur 's avonds al op Eindhoven Airport wilde staan om naar Haiti te gaan voor netwerk. En nou ja, dan schrik je even, maar zeg je meteen ja, althans in mijn situatie. Want je wilt het dolgraag, zo'n verhaal mogen maken, dat had ik altijd al gewild. Het was ook de eerste keer dat ik naar zo'n rampgebied ging, dus dat pak je met beide handen aan. Heb je dan al een idee wat je daar kan aantreffen? Nee, absoluut niet. Ik ging uit van het ergste, echt dood en verderf dat ik dat daar zeker zou meemaken. En ik denk, dan zal het altijd meevallen. Maar nou ja, het viel niet mee. Het was gewoon echt dood en verderf wat je daar tegenkwam. Ik loop hier door de straten en er komt een gewonde vrouw langs die eigenlijk hulp nodig heeft. Maar ja, ze lopen gewoon door, puur omdat ze daar eigenlijk voor het ene ding komen om mensen onder het puin vandaan te helpen. En niet om specifiek medische zorg te geven. Ja, dat is een onwijs moeilijke beslissing, lijkt me, om van zo'n reddingswerker om dan gewoon door te lopen als je zo'n vrouw ziet liggen. Maar voor de duidelijkheid, ze hebben specifieke taken en daar moeten ze zich gewoon aan houden. Absoluut. Er zijn daar duizenden gewonden die ook toch net onder het puin vandaan gehaald zijn en die echt hulp nodig hebben. Maar ja, daar zijn ze niet voor gekomen. Daar zijn weer andere mensen voor. Hier zie je een elleboog van Paula, de vrouw die onder het puin lag. En ze kan zich absoluut niet bewegen, maar de reddingswerkers hebben wel contact met haar. Op dit moment horen ze een ander geluid, een schreeuwend geluid. Dat blijkt het kind van Paula te zijn, Juliana. Die daar vlakbij lag ook. En beide zijn gered. Helaas is wel Paula een paar weken na de reddingsactie alsnog overleden door een bloedvergiftiging. Wat gaat er nou door je heen als je dit opnieuw bekijkt? Ja, bij dit gedeelte heb ik altijd wel toch wel een beetje brok in de keel. Dan krijg ik wel een beetje kriebels. Nou, ga je mee met reddingswerkers, mensen die erin getraind zijn, die vaker in dit soort extreme situaties zijn geweest. Dan ga jij mee als cameraman. Je valt eigenlijk middenin. Besef je op zo'n moment dan, als je je camera aan gaat zetten, hoe erg het is? Of ben je dan echt nog gewoon te gefocust op je werk? Ja, dat is wel heel bijzonder. Je gaat eigenlijk, je bent zo met je vak bezig. En als cameraman is meestal ook nog net de scheidingslijn wat je hebt, dat is in je viewfinder kijken. Als cameraman kijk je op een zwart-wit plaatje. En daardoor sluit je een beetje af van de buitenwereld. Dat je dat even vergeet. Ik kan me wel goed herinneren dat de andere dag dat ik voor het eerst mijn vriendin belde en voor het eerst het verhaal vertelde eigenlijk wat ik daar meemaakte. Ja, toen schoot ik wel even vol. Dan speel je die filmen wel weer een beetje af in je hoofd. En dan besef je pas wat je daar hebt gezien en meegemaakt. Ja. Was dit nu je eerste keer in het buitenland in dit soort situaties? Ja, dit was de eerste echte buitenlandse reis in een rampgebied. Ja. Ja, het was een heftige reis wat je toch maakt, zo'n week in Haiti. Ja, het is echt afzien en dat je dan beloond wordt met zo'n reportage, met zo'n prijs, daar ben je ontzettend blij mee. Gisteren heb ik de prijs gekregen van de vrouw en de kinderen van Stan. En dat is natuurlijk gewoon een mooi moment om,
om ja, van hun deze prijs te mogen ontvangen.